En als ik ergens nieuwsgierig naar geworden ben, dan is het naar de Wintertuin. Ooit het bejaardentehuis en nu voor iedereen toegankelijk. En uiteindelijk heb ik begrepen dat je hier heel lang en tevreden oud kunt worden. We gaan eens binnenkijken bij al hun activiteiten met de ouderen. En de huisdieren die begroeten ons al. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is hier verboden te roken, maar dat begrijpt iedereen wel, denk ik. Dus die ouderwetse sigaren, die kunnen we niet meer kwijt hier. Dat moet boven op het dakterras, begrijp ik. En jongens, wat een activiteiten. Goedemorgen. Morgen, Gert. U bent druk met zuigen? Ja, want zo af en toe moeten de biljets nog eens even schoongemaakt worden. Ik zie het, ja. En dat is noodzakelijk. Want een biljart... om het goede biljartsport te bevorderen dan. Hè? Juist. U bent zelf een fanatiek biljarter? Nou, fanatiek, ik doe het graag, ja. Ja. En dat stofzuigen, dat hoort er dan bij, hè? Dat hoort erbij. Ja, de biljarts die moeten erbij gehouden worden, ja. Want hier wordt regelmatig gebiljart. Het was ooit een verzorgingshuis of een bejaardentehuis? Nou, een bejaardentehuis of een verzorgingshuis. Ja. Het zijn allemaal flatjes waar de mensen zelfstandig wonen. Juist. En... Dat is nu? Dat is nu. Ja. En inderdaad, ja, dat is al heel lang dat er naar drie biljart zat. Ik denk van het begin, hè, begin jaren 70. Ja. En er werd ook dan les gegeven. Ja. En we spelen ook als club. Ja. Want het is geen vereniging, maar een club. Voor mensen van ongeveer 20 mensen. Ja. En dan spelen we vrijdagmorgen een competitie. Okay. En we spelen ook hier in de regio. Ja. Dus in Huizen, in Hilversum, daar hebben we ook nog... regionale wedstrijden met, met een viertal. U hoeft zich niet te vervelen in wezen, begrijp ik inmiddels. We hoeven ons niet te vervelen, want je kan voor iedereen boven de 55, ja, die kan hier biljarten. Kijk. Van maandagsmorgens. Of niet biljarten, wat anders doen? Nee, of wat anders doen, ja. Er zijn activiteiten hier altijd genoeg, dus ja. Wat dat betreft... Nou, mooi. Dus een slager kan en biljarten? Maar ook het biljart stofzuigen, zie ik inmiddels. Ja, precies. Multifunctioneel, ja, bent u nog steeds. Ja. Ik wens je nog een mooie dag, Nico. Dank je, Gert. Okay. Ja, dank u wel. En ga gerust door met zuigen, ja. Ja, natuurlijk. Ja, dan moet even bijgaan. En we mogen even kijken bij de heer Rietveld. Ik neem niet aan dat hij thuis nog bakt. 206 is dat. Dat is hier. Want we mochten even zijn kamer kijken. Dan heb je vast waarschijnlijk de hele boel al opgeruimd. Hij heeft de hele ochtend staan stofzuigen natuurlijk. Want anders laat je geen cameraploeg binnen om naar je woonkamer te laten kijken. Ja, daar is hij al. U had ons toch wel verwacht nog, hè? Ja, tuurlijk. Wij dachten, u bent het hele huis aan het opruimen voor ons, nee, maar... Nee. Dat toch nog niet, hè? Wat een prachtige woonkamer. Mooi, hè? Ik zit op het mooiste punt. Niet verder vertellen. Nee, kijk maar even buiten. Ja, het is fantastisch. Jongens, uitzicht op de Van Houtenkerk. Ja. Ja, een echte Weesper hoort hier gewoon eigenlijk te eindigen. Ja, eerst wou ik hier helemaal niet naartoe. Nee? Maar via mijn schoondochter, ja, ben ik hier gekomen. Ja. En ze zegt, ga maar eens even kijken. Ja. Dus toen ik hier kwam, was ik gelijk verkocht eigenlijk. Dat begrijp ik, ja. Want ik woonde eerst op de Vijverdraadman. Ja. Nee joh, hier kun je oud worden joh. Dat zegt u heel goed. Eén keer in de week komt mijn ex. En één keer in de week komt mijn dochter. Hé, wanneer komt de nieuwe vriendin? En nee. Kijk, en hier heb ik nog... kijk. Kijk, daar is hij nog aan het werken. Aan de Weesbemop, hè? Ja. Dat is een enorme plaat. Hoeveel zit er daarop totaal nu? Nou, 180. 180. En ik zie daar ook nog een koninklijk, ja, ook daar is een diploma van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond. Ja. Ook nog even. Ja. Ik vind het nog leuk, joh. Ja. En dan gaat mijn dochter mee. Okay. Kijk, dat zijn mijn kinderen. Ik tel er... Vier. Mijn middelste zoon, dat is mijn jongste. Deze is leraar in de bouw, in Bussum. Ja. Die heeft eerst bij Dingens gewerkt, in Muiden. En deze is ingenieur bij de KLM. Juist. En deze is directeur bij, Van Lanschot. Okay. En deze die zit bij Bertram en Beerbaum in Laren. Die heeft eerst bij Piet Boon gewerkt. Die is styliste. Oké. Okay. 20 april, 24 april wordt ze 50. Dan geeft ze een heel groot feest. Okay. Maar waar weten we nog niet. Oh, dat is geheim. Ja.
Net zoals het recept van de Wees maar Moep, ook, hè? Ja, ook ja. Nee, maar is toch leuk, man? Ja, dat is hartstikke leuk. Oh. Spullen heb ik genoeg, kijk. Ja. En het is ook weer... Van het miljard, en ik zie ook nog een voetbalschoen daarboven. Ja, het is nog van de Bron. Die heb toen de tijd... ik heb een finale gefloten in de zaal. Gefloten? Gefloten, ja. En toen heb hij dat ding uitgereikt aan me. Nou, ik ben blij dat wij even hebben mogen kijken. Ja. Nou, is toch leuk, man. Het is toch een mooie woning. Ik teken vast in, denk ik. Ja, ja. Nee, joh, ik heb het geweldig naar mijn zin, joh. Ja, en alles dicht bij elkaar en lekker centraal. En, ja. Hè? En ik rijd nog een mooie auto. Ik heb nog een cabriolet. Kijk even. Nou, dan komt die nieuwe vriendin vanzelf wel. Nou, die ja, ze is meestal dan... Koelkast. Maar liever niet hoor, want je hebt niks meer te vertellen, joh. Nee, dat is voor de, een nadeel. Nadeel. Ja, ja, nadeel. Ja, je moet ze strak onderhouden. Ze pakken je helemaal in, hè. Ja, ja, of ze kleden je helemaal uit. Oh, kan ook. Kan ook. Ja, dat gebeurt figuurlijk en letterlijk. Dat gebeurt veel, hoor. Ja, ik heb wel eens wat gelezen. Ja. Ik wens je nog een mooie dag. Ja. Geweldig, joh. En blijf nog even oud worden hier, hè? Ja, 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 ja. Meneer Lambal, u bent de regelneef van de Wintertuin. Ja, ja, ik ben van de Wintertuin. Juist. Ik ben assistent beheerder van de Wintertuin. Oké. Okay. Dus ik loop eigenlijk de hele dag hier, ook. Ja. Om allerlei dingen te regelen. Ja. Inkoop, verkoop, hoe heet het, tafelstraat zetten, schoonmaken, onder andere nog. Ik kom eigenlijk uit de schoonmaak. Ik wou het net zeggen, de heer Lambalg is voor mij een schoonmaakbedrijf. Alleen met pensioen natuurlijk al. Nou, maar, ik kan niet stil zitten, dus ja. Dan doe ik andere dingen. Ja, ja, en ik biljet onder andere hier, ja, daar ben ik ook nog lid van. We hebben hier een bewonerscommissie. Daar ben ik ook in het bestuur van. En, hoe heet dat? Ja, dat is, Maar u woont hier zelf ook, en of ik niet? Woon hier. En bevalt dat goed? Ja, ik woon hier al haast 18 jaar. Dus, dus ik ben eigenlijk alleen gekomen, maar in die tijd ben ik. Maar toen hij kwam, wou ik eigenlijk weg. Maar ik maar niet gedaan. Maar ja, het is hier prettig voor ouderen. Heel prettig voor ouderen. Dat straalt er vanaf. Ja, en ik ben eigenlijk een aanspreekpunt ook voor al die mensen hier. Juist. En een beetje hulp, hè. Dus een beetje hulp, links en rechts en daar. En dat is, maar u bent officieel de beheerder of bent u gewoon een vrijwilliger van de bewoners, zeg maar? Ik ben een vrijwilliger van Versa. Kijk. Aha. Dus Versa en welzijn, hè. Juist, dat. Ja. Dus, ja, die doen ook jongeren in wezen. Die doen jongeren, die doen ouderen, die doen showzaalwerk, die doen allerlei andere dingen. Juist. Dus, allemaal eigenlijk voor de mensen. Hè? De mensen, ja. En in dit geval de wat ouderen, boven de 55 plus. Ja. Boven de 55. Vroeger was het 65. Ja. En nu is het 55. Ja. Beetje vreemd, hè? Want we moeten wel langer doorwerken. Ja, ja, een beetje vreemd, ja. Maar deze leeftijd is omlaag geschroefd. Maar ik loop hier zelf al, ook met werken, met schoonmaken, al een kleine 30 jaar. Kijk even. Dus dat is al een tijdje natuurlijk. Dus je kent het pand? Ik ken het pand, elk steen. Ja, dat is heel belangrijk, toch? Ja, 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 daarom. Ja. Ik bedoel, het is... ja, god, en, het is altijd druk hier, hè? Dat is, zo moet je het zien. Ja. Zelfs zaterdag is het. Leven in de brouwerij, de hele week door? De hele week door. Ja, behalve half zondags, dan kan je kanon afschieten. Zondag rust. Dan is rust. Ja. Dan moeten de mensen naar de kerk en dan moeten de mensen andere dingen doen. Juist. Ja, alleen hij loopt nog wel eens in de rondte. De specialist van de Weesbemoppen? Specialist, ja. Heeft u hem uitgevonden of heeft een ander dat gedaan? Nou, uitgevonden niet, hoor. Nee? Maar wel een eigen recept gemaakt. Oh, dus je bent afgeweken van het oorspronkelijke recept en het verbetert. En het verbetert, ja. Want ik hoorde onlangs dat u nog steeds in het geheim, voor een geheim, bakker in wees. Het geheim, omdat ik het nog graag doe. Dat u nog steeds... Ik wil een beetje onder de mensen blijven. Ja, dat u nog steeds vele honderden weesbemoppen maakt. Ja. Ja. Duizenden. Ja. En voor wie doet u dat? Nou, voor de inwoners en voor de mensen. Ja. Voor meneer Mul, toch? Ja. Ja. En dat is het geheime recept? Ja. Dat moet u niet verklappen dan? Nee. Dat verklap ik aan niemand. Hoeveel heeft u er al gemaakt inmiddels in uw leven? Nou, al heel veel. Ja? Ik weet niet hoeveel. Nee. Ik tel ze niet meer. Nee. Maar u woont wel zelf hier? Ja, ik woon hierboven. Oké. Okay. Bevalt goed? 206, ja. 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 Bevalt goed? Prima. Juist. En genoeg te doen, hè? Ja, ik biljet nog en ik ga nog veel toernooien af en zo. Nog steeds? En, ja, ik ga binnenkort naar Den Bosch toe, naar de zoete lieve Gerritje. Aha, dan is het carnaval net afgelopen. Ben u te laat eigenlijk? Ja, carnaval doe ik niet meer. Nee? Nee, want dan doen de spieren, die doen het niet meer. Oké.
Maar u had vroeger zelf ook een bakkerij. Ja. En die bestaat niet meer? Nee, dat is een soort pizza toestand op de Achtergracht. Ja, ja. Okay. Ja. Geen heimwee daarover? Nee, ik zou niet meer met personeel kunnen werken. Nee. Omdat? Nou ja, als ik dat allemaal zie, hoe dat allemaal gaat en met de wetjes en alles. Ja. Nee. Ik heb nog 26 jaar bij een baas gewerkt in Kortehoef. Ook nog? Ik heb in Amsterdam gewerkt voor Lens, ja. Bij verschillende bedrijven. Maar op een gegeven moment heb ik een vaste baan gezocht. En toen heb ik in Loosdrecht en later hand in Kortehoef. Ja. En met die baas heb ik heel goede contacten nog steeds. Ja. Van oorsprong bent u banketbakker toch? Broodbakker? Brood en banket. Brood en banket. Ja. En allemaal uit je thuis? Ik ben geboren uit een bakkersfamilie, zeg maar. Ja. Van mijn vader overgenomen en mijn broer. Ja. Ze zaten ook in de bakkerij. De ene werkte in de Bijkorf en de andere die werkte bij mij. Oké. Ja. Maar dan na een leven hard werken en dan ineens niks doen, dat lijkt me heel lastig voor sommige mensen. Ja, maar ja, helemaal niks doen. Ik heb tot mijn 63ste heb ik tot in Kortehoef gewerkt. Aha. En toen laterhand heb ik nog een beetje bijgewerkt. Dus hoe lang doet u nu niks, zeg maar? Nou, ik helemaal niks. Ja, ik doe wel wat. Ja. Hoe oud bent u nu? Oud bent u nu? 84. Kijk even. Ja. En gewoon doorgaan met wijs bij moppen bakken. Ja, ja, ja. Dat is niet te geloven. En een paar duizend, hè? Ja. Maar nou, die glimlach begrijp ik nu wel. Ja, ik vind dat leuk. Dus, ja. Dat is duidelijk, ja. Ik wens je nog een hele mooie dag en, ja. En goed toernooi straks. Of is het al klaar, het biljarten? Nee, ja, vanmiddag hebben we een toernooi hier. Vanmiddag? Of competitie. Okay. Maar ik zit even te kijken of ik deze oude garde moet kennen. Nee, ik denk het niet. Nee. Nee, hè? Nee, maar nog niet. Nee? U bent geen bekende weesper? Nee. Nee? Nee, ik woon hier pas 45 jaar. Oh, dan bent u wel een bekende weesper. Nee, maar ik kom uit de Uithoren, dus ik laat me niet uithoren. Ja, ben ik klaar met gesprekken? Ja, ik denk het. Ik kan beter stoppen nu. Ja. Nee. Maar bevalt het hier wel in de wintertuin? Nee hoor, dat is... Ga liever naar de zomertuin, ja. Die is hier niet. Dak openmaken in de zomer. Dat kan open, dacht ik, of niet? Nee. Nee, kan het niet open? Een stukje. Een klein stukje? Een klein stukje. Oké. Je moet er dus wat aan die ramen doen, moeten ze hier ook. Ja. Dat de zon er niet zo in komt met biljarten. Aha. Met biljarten heb je geen zon nodig? Daar hebben we er last van. Oké. Dan moeten we dat doorgeven aan de biljartcommissie. Ja, maar dan moeten er hier 4 man staan, ja. Anders kunnen we niet biljarten. Ik begrijp het. Schijnt de zon er al erin. Ja. Zonnebril op? Ja, dat helpt niet. Oh. Ik hoor het al, je hebt geen verstand van zon. Nee. Van ik heb je toch een beetje uitgehoord, hè, meneer, ja, je komt meneer toch, Uithoorn. Het goede zeg ik niet. Nee hoor, ik kom uit Den Helder. Oh, en dan helemaal naar Weesp om daar te biljarten? Nee. Nee, ik heb hier voor mijn werk ben ik hier naartoe gegaan. Aha. Wat was uw werk? Kraanmachinist. Kraanmachinist? Dus u zocht het hoger op, zeg maar altijd? Nee, laag en hoog. Laag en hoog. Ik heb op Booreilanden gezeten en in de lucht. Oh jee. Ja, Litouwens is ook zo begonnen. Ja. Ja. En is anders geëindigd? Die was of net, kan u ook zingen? Die was net zo ver als ik. Maar ik kon niet zingen, hij wel. Ja, dat is zijn geluk, denk ik. Ja. Maar het blijft een mooi vak. Dat is toch, man. Kramas. Als je dat niet meegemaakt hebt. Ja. Ik heb de hele wereld rondgezworven. Oh, ja. En ik heb alle vliegtuigen gehad. Dus. Nou kom je het uithoren, zeker, hè? Nu ben ik aan het uithoren, ja. Ik ben nu aan het uithoren, ja. Nog een mooie dag verder. Ja, dank je. En dat is de telefoonman van wij. De telefoonman? Ja. U bent de telefoonman, hoor ik net. Ja, dat klopt, ja. Ik heb 40 jaar bij PTT Telecom gewerkt. Aha. Toen heette het nog PTT, hè? Ja. Post, telegraaf, telefoon. Dus dat waren de oude toestellen met de draaischijf ook, denk ik. Zelfs nog met een slingertje. Heeft u die ook nog meegemaakt? Ja, ja. En die zijn er niet meer, hè? Die zijn er niet meer, nee. Hij heeft zelf nog een slingertje, ja. Ja, ja. U heeft nu een moderne telefoon liggen, hè? Ja. Zonder draaischijf, kijk eens even. Ja, zonder draaischijf. U bent meegegaan met de tijd, zie ik. Ja, dat zeker. Dit gebied wel. Ja. Ja. Dat moet je wel, hè? Dat moet je een lang snoer hebben,
Ja. Ja, dit is zonder snoer, hè? Ja. Ja. Ik geloof het wel, ja, er zit niks in. Hoe lang heeft u bij de PTT gezeten? 40 jaar. Zo? Ja. Toen vond u het genoeg? In 88 ben ik thuis gekomen. Aha. Dus ik ben al van 88 thuis. Dus ik ben de slechte voor het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Juist. Laat ze het maar niet horen. Nee, het. Dan laten ze je op het laatste moment nog even doorwerken. Ja, nee, dat kan niet meer. Nee, nu kan het niet meer. Nee. Nou ja, doet u de groeten aan de PTT? Belt u ze nog wel eens op, uw oud-collega's? Nee. Ik zou niet weten waar ze zitten, want je hoort niks meer. Vroeger had je een maand blaadje. Ja. En dan kon je ook zien wie overleden was en wie gefeest had of weet ik wat. Maar je krijgt geen blaadje meer van. Al jaren niet meer. Dus je weet nooit waar ze zitten allemaal. Ja, ik heb wel een paar hele oude collega's die ik nog wel eens bel. Oké, toch wel. Ja, die zijn zelfs in militaire dienst bij me geweest. Oké. Dus daar zaten veel PTT'ers waar ik zat. Allemaal PTT'ers. Met een telefoondienst. Bent u ook een biljarter trouwens? Of komt u hier omdat u hier gewoon woont? Nee, ik woon in Weesp in de ingewanden flat. De ingewanden? Ja, ingewanden, ja. Nee, ik kom hier alleen maar voor te biljarten. Voor de gezelligheid dus ook? Ja. Hè? Niet voor de gezelligheid? Oh. Yes. Hij vindt het niet gezellig. Nee, maar ja, dat met die mensen uit horen. Of was dat Den Helder, hè? Ja. Snoepje, dan gaat die weg. Komt het allemaal in de krant? Ja. We hebben straks een drukpers staan in de gang en dan krijgt u de krant straks uitgereikt. Kijk eens aan, dat is zeker goed. Kost die niet? Het kost niks dit. Nee, dit kost niks. Hey, goedemorgen. Dag meneer. U bent aan het knutselen, zag ik. Ja, het kaarten maken. Dat bent u aan het maken? Kaarten? Ja, kijk. Dat zijn de 3D-kaarten, zag ik dat goed? Ja, heel goed heeft u dat gezien. En daar word ik mee geholpen, omdat ik zelf linkszijdig verlamd ben. En ik zit al tegen jaren hier op de club. Ja. En nou is er altijd een mevrouw die me helpt. Gelukkig. Ja, want anders kan je niet. Nou maar kan ik het thuis nog doen. Dat ziet er fantastisch uit. Ja, ik vind het. Ja. Hartstikke mooi zeg. En zo ben ik er dan gezellig een ochtendje uit, hè. Nou ja, één ochtendje per week doet u dit? Ja, en thuis maak ik die plaatjes. Jeetje, wat een kunstwerk. En die gaan met de feestdagen gaan die naar nee, de gemiddelde? Nee, gewoon als er iemand ziek is of zo. Ja. Dan stuur ik ook een kaartje en dan doe ik deze kaarten. Dan schrijf ik op de achterkant wat. Oké. Want ja, nou, het is altijd leuk om een kaart te krijgen. Ja, maar het is ook heel leuk om een kaart te maken voor een ander. Ja, natuurlijk. En ze vinden het allemaal nog leuk, dus ik blijf het maar doen. Maar ook doordat ik geholpen word. Ja. Want anders kan je het niet doen. En wie helpt u, zij? Ja. U bent de hulp van de 3D-kaarten, begrijp ik inmiddels. Ja. U bent 3D-kaarten specialist? Nee, meer de mallen. Hè. Jullie doen de 3D en ik zorg voor de mallen. De mallen? De mallen. Maar ik heb geen tijd, ik moet inpakken. Mijn man moet direct biljarten voor de wedstrijd. Oh, en die heeft voorrang natuurlijk. Ja. Helaas. Ik begrijp een druk schema inmiddels. Ja. Die biljartvereniging die weet wat, hè? Ja, dat maakt niet uit. Ze zijn van de straat en ze hebben een hobby, toch? Ja. En u ook, toch? Wij hebben ook onze hobby's. Maar u woont hier ook of bent u gewoon een bezoek voor de vrijwilliger? Ja, min of meer. Maar ik zit al jaren op de club, hoor. Oké. Leuk. Dit is een precies knutselwerkje. Ja. Jeetje, ik zie daar een poes komen. Ja, dat heeft u goed gezien. Jeetje. Wat mooi. Hoe doet u dat? Met kleine kraaltjes, mini kraaltjes. Ik word er duizelig van als ik er naar kijk. Voor mij is het de ontspanning. Dat begrijp ik inmiddels. Als je het leuk vindt, is het... Ik vind het kunst. Mooi, hè? Ja. Dit zie ik voor het eerst zo. En dat moet een schilderijtje worden. Met een lijstje eromheen. Dat is nog wel even knutselen, denk ik. Jawel, ik ben er zoet mee, maar het is leuk. Ik vind het heel mooi. Ja. Hoe heet dit soort kunstwerk, zeg maar? Hoe noemen we dit? Ik werk veel met kralen en deze steek. Ja. Want je doet het met een bepaalde steek. Dat heet de baksteensteek. De baksteensteek. Kijk, dat zie je. Dat is net als bakstenen. Aha. Zie je? Ja. Nou, daar is het naar genoemd. Jeetje, Mina. Ik vind het een fantastisch uitzien. Nu al en is nog niet eens klaar. Nee. U woont hier ook? Nee. Nee? Je komt gewoon lekker... Ik kom gewoon hier op de dinsdagochtend naartoe. Juist. Dus, nou, ik wens u nog een hele mooie dag verder. Dank u wel. Het lukt wel. Okay. Dank u.
Ik zie hier een prachtig gevolg gekomen. Ja, het is, dat wordt door een vrijwilliger gedaan hier. Ja. En het wordt gesponsord door bewoners. Ja. En een paar bedrijfjes en dat gedoe. Oké. Okay. Dat kost een hoop geld natuurlijk. Nou, ze moeten alles eten en er moet alles wat gekocht worden. Ja, maar het zijn nog, wat voor vogeltjes zien we allemaal? Ja, allerlei soorten. Ja, dat zie ik. Allerlei soorten. Ja, kwartels. Kwartels, die kunnen niet vliegen, hè? Nee, en af en toe heb je een paar jonkies erin. Ach. Ja, dan hebben ze een stelletje van die kleine jonkies. Ja? Ja, en dan heb je ook nog eens dat er een nestjes, er zitten allemaal nestjes in. Ook, ja, dat, ja, ik zie het. Soms heb je geluk dat er wat uitkomt, soms heb je pech dat ze dood zijn of dat ze eruit gegooid worden. Ja. Maar ja, het is levendig, hè? Dat is leuk. Ja, dierenleven is altijd leuk, denk ik. Ja, het is levendig hier. Dus. Want mogen hier ook huisdieren gehouden worden? Ja, mensen hebben ook huisdieren. Oké. Okay. In huis, papegaai, en een kat en een hond. Aha. Ja. Ja, plantjes op de tafel. Ja? Dat wordt ook allemaal geregeld door de bewonerscommissie. Kijk. En ja, dat is allemaal één keer in de maand eten hier. Komen al die mensen toch beneden. Ja. Want anders blijven ze boven plakken. Ja, dat wil je niet. Je wil ze dan willen we gewoon naar beneden trekken. Ja, natuurlijk. Ja. En, dus nou ja, dat is allemaal wel leuk natuurlijk. En het is, eigenlijk denk ik, er wordt een hoop gedaan voor ouderen. Ik denk dat dit de meest ultieme plek is waar wat met ouderen gebeurt. Als behalve als je de verzorgingshuis even niet meetelt dan. Nee, verzorgingshuis is weer anders natuurlijk. Kijk, wat ik toen net zei, die leeftijd is al verjongd naar 55. Ja. Maar er zijn hier ook nog mensen die werken. Kan je nagaan, Die hebben nog, daar zit iemand die heeft een viszaak. Ja. En daar heb je er eentje die zit in de bouw nog. Aha. Maar die woonden hier ook al. Kijk. En dat was vroeger niet, hè? Dat was niet, nee. Nee, ik was echt 65. Ja. En dan waren de mensen ook al ouder. Ja. Of ze zagen er ouder uit. Ze leken oud. Ja. Ze leken oud. Leek oud. Het is allemaal wel prettig wonen hier voor mensen. Ik geloof je gelijk. Positief, hè? Ja. Mensen zijn ook positief hier. Ja. Hier kun je lang en gelukkig oud worden. Ja, ja, zeker weten. Zeker. Ja. Dat is belangrijk. Mooi. Nou, als ik naar de nieuw pas geopende buurtkamer in Aasveld kijk. En ik vergelijk dan jullie opslagruimte met hun buurtkamer. Dan hebben jullie het hier aardig voor elkaar. Want dit is alleen maar de opslagruimte van de wintertuin, hè? Ja, van de clubs. Van alle clubs? Van de verschillende clubs. Juist. Ja.